herinneringen. Ons meest waardevolle bezit. De mooie en minder mooie dingen die indruk op ons hebben gemaakt en ons beetje bij beetje vormen tot wie we nu zijn. Ze zorgen ervoor dat de mensen die er niet meer zijn, voor blijven leven in ons hoofd en hart. Maar de huidige digitalisering geeft ons onbeperkt toegang tot herinneringen. En het is maar de vraag of het wel zo positief is. Er ontstaat namelijk een overvloed aan nalatenschap. Hoe kunnen we nog filteren wat belangrijk is? We kunnen ons verliezen in de digitale data van een overledene. Rememory, de oplossing. Je wordt geholpen bij het filteren van de grote hoeveelheid herinneringen van de overledene door aan te geven welke momenten je wel en niet in je persoonlijke database wil hebben. Zo heeft het moment dat je vader en moeder elkaar voor het eerst ontmoeten waarschijnlijk meer waarde voor je dan de overwinning van je vaders voetbalclub. Stap voor stap neem je afscheid van herinneringen, waardoor er wordt bijgedragen aan de verwerking van het verlies. Uiteindelijk hou je jouw favoriete momenten over. Rememory biedt jou, als nabestaande, de kans om deze eenmaal te herbeleven in een levensechte simulatie, waarbij al je zintuigen geprikkeld worden. Kies een van onze vier herinneringen en beleef het zelf.